Nou, nog een type scanner wat ik ga bouwen. Deze moet het mogelijk maken om mijn hoofd te scannen. Nou, je ziet dat het hier nog wel heel erg snel gaat en dat er nog geen laserlicht te bezichten is. Maar hetzelfde idee ga ik toepassen. Alleen dan draait de camera om je hoofd en het object zelf draait dus niet. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. To be continued.